Bilaswar moet een zogenoemd Forest Healing Resort worden in het district Kommewijnen. Ook zij waren aanwezig op de vakantiebeurs in Nederland. In deze aflevering over Suriname op de vakantiebeurs praat verslaggever Sam Jones met Karin Revos over een van haar vele dromen, het Bilaswar Healthy Lifestyle Resort. Raw, geen vlees, geen alcohol, totale stilnis in de Surinaamse natuur. Tegenwoordig heet dat forest healing, waarbij je dus eigenlijk totaal tot rust komt. Mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest, die kunnen door deze therapie van detoxen totaal genezen en weer tot zichzelf komen. En lijkt het je wat, dat resort? Jawel, ja, ik ben zelf meer niet. Wat ben jij zelf? Ik ben zelf niet echt van het heel rustig, maar mijn familie wel, dus ik dacht, ik neem het mee voor mijn moeder. Die hadden van lekker relaxed resort. Ja. Jij bent meer van de parties? Ja, ook. Ook. Ja. Ook wel van lekker rustig aandoen. Ja. Maar ik vind het wel gewoon een heel mooi land. Het resort zal een centrale rol spelen. Omdat ik natuurlijk Surinamers de mogelijkheid geef om dezezelfde trail te gaan. En ook toeristen. En daarnaast is het natuurlijk een nieuwe niche market voor Suriname. Waarbij de greening van Suriname optimaal wordt gepromoot. Wat is de essentie van het resort? De essentie is dat je tot rust kan komen, dat je kan healen, emotioneel, spiritueel en fysiek. Tot zover een verslag van Sam Jones, die sprak met Karin Revos over het Bilaswar Healthy Lifestyle Resort.